23 mei 2019, dames en heren, is de dag. Demmen zich in ieder geval wat betreft het oogstfeest en de hele organisatie door Bienberg en de Maaskoort zal herinneren. Want de hal is klaar, de hal is opgeleverd. Klaar is het natuurlijk nooit en moet altijd nog weer gaat gebeuren. Maar in ieder geval de officiële en de feestelijke opening die gaat vanavond plaatsvinden. Nou, we willen u dadelijk even mee naar binnen nemen. We willen even getuigen laten zien van de opening, wie gaat dat gebeuren. En vervolgens gaan we binnen in eens kijken wat er daar te zien is. En ja, dan weet je in ieder geval wie de nieuwe hal gaat uitzien. En dan maar hopen dat ze daar een hele hoop prachtige en chique wagens gaan maken. Maar dat gaat die van Berg wel lukken. Feest vieren. Ja, Patrick schetste het al, weg van bloed, zweet en tranen. Maar uiteindelijk wel geluk in samenwerking met de gemeente. Maar vooral, en dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste, in samenwerking met de buurtbewoners. Want er is niks zo belangrijk dat als je zoiets neerzet, dat dat gedragen wordt door ook de buurt waarin het gelegen is. En dat is, denk ik, goed geluk uiteindelijk. Want er zijn geen zienswijzen meer ingediend, omdat jullie het hele traject ook gezamenlijk hebben opgepakt. Dat is een compliment waard. Want dat gebeurt niet altijd, dat het gebeurt met draagvlak in de buurt. Dus dat is al een prestatie op zich. Wij jullie gunnen dat jullie hartstikke veel succes hebben met jullie lood. Dankjewel voor deze woorden. En dan gaan we nu over aan de opening. Proost. Nogmaals op iedereen die dit tot stand heeft gebracht. En laten we met elkaar trots zijn en de komende 20 jaar minimaal nog ervan gaan genieten. We staan voor de nieuwe hal met de trotse, ook nieuwe voorzitter, Patrick Jager. Welkom. Voorzitter sinds? Sinds september vorig jaar, direct na het Oostcultuurfestival, ben ik aangetreden. Ja. Dan kwam je op een mooi moment, want toen was het natuurlijk ook al lekker spannend. Al heb je in je verhaaltje zo even al verteld. 2013 is het allemaal al begonnen. We moeten een optochthal hebben. Ja, we moesten een nieuwe hal hebben, want 2013 zijn we uiteindelijk, de hal die we hadden, die is gestopt. Ja, dan moet je iets anders gaan zoeken. En uiteindelijk, zoals ik al vertelde, is het een heel lang traject geweest. Maar heel veel gemeente heeft heel veel geholpen, heel veel vrijwilligers, heel veel hulp. Ik moet zeggen, de bewoners uiteindelijk hebben ook ons meegeholpen. Ja, nu staan we eigenlijk bij een loods 8 jaar, 7 jaar verder. Wat was het moeilijkste? Ik denk dat eigenlijk het moeilijkste was om alle groeperingen tevreden te stellen. En we hebben heel veel locaties gehad. Maar uiteindelijk, ja, een loods is toch geen klein loods geworden, die toch behoorlijk in zicht staat. Een stukje veiligheid, we hadden een andere locatie waar een speelveldje bij was, allemaal dingen die meespeelden. Ik moet zeggen, qua budgettering hebben we altijd met de gemeente goed kunnen praten. Natuurlijk zijn er geen budgetten die over zijn, dus we hebben best veel zelf moeten doen. Uiteindelijk is deze locatie wel de beste locatie, want het gaat op in de natuur. Je kunt er toch goed komen en van daaruit doe je ook een stukje voor het milieu. En ik denk dat dat eigenlijk wel de reden is geweest om deze locatie te hebben, maar daardoor heeft het ook wat langer geduurd. Ja, toen we hier naartoe kwamen, hebben we inderdaad even moeten zoeken waar staat hij eigenlijk, want hij valt inderdaad niet op. Ja, dat klopt. En dat was ook de bedoeling, ook qua kleurschakering, dat het opgaat in de natuur. Er worden ook aan de andere kant worden ook nog bomen geplaatst, een verplichting die wij ook naar de gemeente toe hebben, om eigenlijk nog verder in de natuur te laten opgaan. Ja. Dan is natuurlijk nog de verdere vraag, hij is er natuurlijk voor de prachtige praalwagens voor de stoet te maken. Maar ja, zo'n ruimte kun je multifunctioneel gebruiken. Ja, klopt. Een van de afspraken die we met de gemeente gemaakt hebben is dat we het ook multifunctioneel moeten inzetten. Wij zijn uiteindelijk de eigenaar, de beheerder en wij moeten de exploitatie doen. Wij moeten andere groeperingen, zeker verenigingen, de mogelijkheid geven om ook gebruik te maken van de loods. Dus we hebben bijvoorbeeld afgelopen dinsdag hebben wij 7 kansverenigingen op bezoek gehad. Die precies in een periode dat wij niet gaan bouwen, dus staan onze wagens eigenlijk aan de kant. Zij kunnen gaan bouwen, want zij bouwen in de winter. En ja, rond februari en maart is altijd carnaval. Als zij klaar zijn, dan beginnen eigenlijk wij te bouwen. Dus dat kwam perfect uit. En bijvoorbeeld een Joe de Boel vereniging heeft zich al gemeld. En zo zijn we eigenlijk met een aantal verenigingen bezig om te kijken van hoe kunnen de loods ook zo goed mogelijk gebruiken.
Ja, en ik neem aan dat dat ook iets te maken heeft met het gegeven van het financiële plaatje invullen. Ja, dat klopt. Want ja, goed, zoals ik zei, het is ons eigendom. Dus daarmee de exploitatie zelf moet doen. Daar krijgen we ook verder geen subsidie meer voor. Dus dat betekent dat we hoeven geen winst te maken, maar we willen graag kostendekkend zijn. En wij denken met een aantal dingen die we nu gaan doen dat te kunnen. Goed, het is ook een spannend jaar voor ons. Het is ons eerste jaar. En van daaruit zullen we kijken hoe we daarmee verder omgaan. Dan laten we hopen dat we nog een hele hoop prachtige wagens hier door deze mooie poort zullen zien komen. En dat de mensen daarvan op hun beurt ook weer kunnen gaan genieten. In ieder geval heel veel succes ermee. Dankjewel en bedankt. Aan de binnenkant van de hal, dames en heren, als we daar gaan kijken, ja, wat zien we eigenlijk? Zo'n grote hal, die is natuurlijk leeg. Hij is 45 meter lang. Men heeft me verteld dat hij 25 meter breed is. En wat u wel ziet is dat de vloer nog niet klaar is. Dat is een klusje waar men eigenlijk in september mee wil gaan beginnen na de zomer. Nog alles klaar? Nee, natuurlijk nog van alles niet. Ik zei het al, de vloer is al één. Een ander is dat er nog een unit naast de ingang gemaakt gaat worden wanneer men de hal binnenkomt. Dan wordt daar nog een unit geplaatst waar een soort van keuken en in ieder geval ook wat toiletten worden geplaatst. We zitten hier helemaal in de natuur. We zitten helemaal achter de voetbalterreinen van Eurmondia. En ja, wat dat betreft valt deze hal ook helemaal weg in de natuur. En dat is ook de hele duidelijke bedoeling, zoals de voorzitter het ook al aangaf. Nou, wanneer we dus hier om ons heen kijken, zien we dus vooral ruimte. En u ziet ook al het begin van de eerste wagens voor de komende zomer. Nou ja, daar wordt straks aan gewerkt. Daarna wordt de vloer gemaakt, dan wordt de weg in orde gemaakt. En dan is het hele zaakje klaar. En dan maar hopen dat we er nog jaren plezier van mogen hebben.